Heerlijk. Ik ben daar net ongeveer 3 kwartier onderweg of zo. Heerlijk. We zijn er nog niet, hè? Nee. Het is zo lekker in de element. Kijk. Een hele goedemorgen. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin, Karin en Roderick. En het is vandaag alweer vrijdag 12 februari en het is 9:55 in de ochtend. En ik ga mijn monstertocht weer doen van 10 kilometer. Van 's ochtends en 's avonds of anders 's ochtends en 's middags. Dus ja. En het is een vaste route voor mij van 10 kilometer, 2 keer op een dag. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe nieuwe vlog. Ik weet niet of jullie het zien, maar er zit een eekhoorntje. Sorry even voor mijn beeld, maar ik heb het steenkoud. Kijk, hij bewoog. Ik heb hem op de foto wazig en dat hij dus aan het springen is. Hij zit precies daar, jongens. Het eekhoorntje. Nog nooit gezien hier. Nee hoor. Het zit veilig, zeg maar. Helemaal hoog. Dit is zo gaaf, want hij zit dus nu daar. Deze boom hierachter. En hij kwam van de boom. Waar de sneeuw aan zit. Ik zal even inzoomen. Bij die boom waar sneeuw op zit, daar ging hij dus omhoog. En nou zit hij dus daar. Ja, loop lekker buiten. Heerlijk. Ik ben daar net ongeveer 3 kwartier onderweg of zo. Heerlijk. We zijn er nog niet, hè? Nee, maar ik heb van Ro dus 2 foto's gekregen van zijn uitkijk op en op zijn werk. Ja, ik heb nou de zon precies in mijn mik, dus anders zie ik niks. Mijn excuus. Maar die zal ik er even in doen. En ook van de foto die ik vluchtig heb gemaakt en van de eekhoorn. Ja, dus ja, dus dat. Dus ja, ik ga lekker verder lopen. Maar wat mij ook gewoon opvalt, en bij Lady, als dus zout of spekel tussen de voeten heeft, dan gaat stoppen met lopen. En dan doet ze dus net of dat ze het heel moeilijk heeft. Ik weet niet of ik te verstaan ben. En anders zeg ik het zo meteen nog even een keertje. Maar wat mij dus opvalt, als een Lady dus zout of pekel tussen de pootjes krijgt, dan gaat stoppen. Dan doet ze het net als ze het heel moeilijk heeft.
dan moet ik alles eventjes en tussen de pootjes weghalen. En dan kunnen ze weer lekker vrolijk lopen. Nou, daar doen we het toch voor. Yay! Nou, ik loop dus nu hier. Niet! Hoi, Coca-Cola, dan niet. Niet even toeteren, hey. Wou ze niet, ga mee. Ja, lekker. Ze is zo lekker in de element. Kijk, opletten. Kom maar, ga mee. Ja, leed. Kom dan. Gaat ze ijsbal. Kijk dan hoe ze doet. Ja. Ja. Yeah. Oh, ik ben moe. Ik vraag me niet hoe dat kan, maar ik weet het wel. Ik heb dat 10 kilometer gelopen vanochtend. Ja, dat 10. En het is roetje koud. Want ik heb gewoon een trui aan in huis. Is handig, een trui aan in huis. Ja, er is een trui aan. Kijk, is handig, hè? Een hoodie. Een trui. Ja, lekker warm zo. Maar ja, we hebben eventjes ergens een bakje gedaan, gezellig. Vanuit daar zijn we naar de Jumbo gegaan. Vanuit daar hebben we een gratis Turkse pizza gehad. Ja, bij de lokale pizzeria. Bij de lokale pizzeria. Zeg maar, is lekker. Alleen die van Maas is nog lekkerder. Ja, alleen hier is geen Maas. Dat is wel jammer. Nee, een baas. En Maas die had de Hot Wings bij en bij een Rotterdamse. En daar heb je een Rijn, geen Maas. Nee, maar ik bedoel, Maas die had de Hot Wings uit Rotterdam en bij een groothandel. Hè? Maar waar was de Maas dan? Maar dat maakt niet uit. Dus nee, maar we gaan zo meteen lekker eventjes flikmas terugkijken. En voordat deze vlog weer heel lang gaat worden, weet ik niet. En want de Ro die gaat dan weer lulkoek uithangen, heb ik geen zin in. Dus dan gaat hij weer andere dingen lopen zeggen. En dan wordt het weer heel lang. En daar heb ik geen zin in. Ja, en jij gaat liggen. Zo. Klaar. Ja, het was weer die rode. Daar. Klaar. Ja. Ik ben wat sneller en ik ben wat hardhandiger. En niet heel erg hard, maar hij moet gewoon luisteren wat ik wil. Precies. Ja, het is alweer, inmiddels alweer 10:30. En wij staan klaar om met honden te gaan. Dus bij deze ga ik ook gelijk lekker de vlog afsluiten. Ja. Vond je deze vlog leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan niet een duimpje te doen. Vergeet dan niet het belletje aan te doen. Vergeet niet te abonneren. En laat dan ook vooral een leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Doei!